Om uw dag en uw klanten wat op te vrolijken, gaan we werken met Germini's, maar dan in de mixed colors. Zoals u hier reeds ziet liggen. 3 bosjes. Dit zijn de voorbereidingen, de mise en place, zoals we dat noemen. 3 oud-Hollandse melkflessen, maar dan in porselein. En 3 bosjes Million Stars, oftewel gipskruid. Aan bijmaterialen, heel leuk. Kijk eens. Tie ribs, maar dan in leuke, hippe kleurtjes. Linten in hippe, vrolijke, frisse tonen. Een gietertje met water, want we gaan ze eerst vullen. En een laagje water is voldoende. Germini's. Mixed colors, u ziet het effect van de kleurtjes. Techniek parallel, dus alle stelen parallel naast elkaar gelegd. Kleuren spelen ook een belangrijke rol bij Gerbera's, omdat ze in werkelijk allerlei kleuren te verkrijgen zijn. U ziet hoe mooi parallel de stelen naast elkaar liggen. Dan de tie ribs. Plaats er 2, eentje boven. Net onder de bloemen. Voilà. En de tweede onderaan. Niet te strak aantrekken, want dat kwetst de stelen. En het leuke is natuurlijk om dit soort items in series te produceren voor je winkel. Want het gaat heel snel en het is ook leuker. En het heeft ook veel meer impact als je een hele tafel vol met van die flessen hebt staan. Met een leuk prijsje. Dat zijn meenemertjes, hè, voor de klanten. Bosje nummer 3. Zo, dan gaan we het gipskruid eraan toevoegen. Legt u ook parallel net onder de bloemen van de gerbera's. Ik heb voor ieder bosje 3 takjes gebruikt. En ook deze weer vastzetten met een tie-rib. Uiteindes van de tie-rib laat u eraan, u knipt ze niet af. Ze zijn een decoratief element in het hele verhaal. Zo. En wanneer geven we zo'n flesje met Germini's cadeau, of koop je die voor jezelf? Nou, er zijn verschillende gelegenheden voor. Bijvoorbeeld een verjaardag, een geboorte. Wat eigenlijk voor iedere feestelijke aangelegenheid is het van toepassing. Voilà. De linten. Gewoon een assortiment aan veelkleurige linten, alle kleurtjes door elkaar. Kijk, dus we knopen het net onder de bloem en boven de bovenste tie-rib. Gewoon nonchalant losjes eromheen. En om 1 lusjes, 1 knoop is voldoende. Okay. Nou gaan we ze plaatsen in de vaasjes of in de flessen. Een beetje bijknippen. Liefst bijsnijden natuurlijk. Zo. We gebruiken daarvoor gewoon een goed scherp mes. Want er zijn nog heel veel bloemisten die toch nog steeds knippen met een snoeischaar. Maar het is echt van belang dat u een goed scherp mes pakt. En alles schuin aansnijdt. U ziet, het is een verhaal van kleur, van lijnenspel. En de boodschap is gewoon happiness to your life. Met Germini's in mixed colors.